We hebben gezien bij corona, toen we allemaal in de knel kwamen, allemaal, dat het heel snel kan gaan met ondersteuningsmaatregelen. Dat het over tientallen miljarden kan gaan. Hè? En dat we eigenlijk allemaal klaarstaan voor elkaar. En dat moeten we ook doen. Dat hebben we tijdens corona moeten doen en dat moesten we ook doen. Maar nu gaat het wel over de gezondheid van de werknemers. En ik denk dat de werkgevers er alle baat bij hebben dat ze gezonde werknemers hebben. En ik denk dat als we kijken naar de transities die op ons afkomen, van klimaattransitie tot de vergrijzing, en ik hoorde het de minister ook zeggen, we kunnen alle handjes en hoofdjes in dit land echt goed gebruiken. We zullen het echt samen moeten doen. Ja. Dan denk ik, waarom nu dan ook niet zo'n pakket en gewoon enorm ingrijpen? Kijk, ik ben zelf hoopvol kunnen blijven, maar wat ik altijd wel vind, en dat voel ik nu soms nog, als ik hoor de economie groeit, maar de mensen gaan er niet op vooruit. Dan denk ik, ja, dat is fake news. En ik denk dat we dat onderschatten bij mensen aan die onderkant van die samenleving. Als je als politicus op televisie gaat vertellen, hard werken loont, en mensen komen er dankzij hun hard werken niet op vooruit, dan is dat fake news. En dan geloven ze je gewoon niet meer. En ik denk dat als wij over vertrouwen willen hebben in dit land, dan moeten we een eerlijk verhaal vertellen. We hebben het voor sommigen niet zo goed geregeld. Dat is misschien onbewust gedaan. Laten we er nog kijken en laten we elkaar terug ondersteunen. Net zoals we bij corona hebben gedaan. Want toen vonden we solidariteit en perspectief allemaal belangrijk. Maar mensen zullen ook zeggen, ja, kijk naar Tim. Die heeft al zijn diploma's gehaald en die heeft zichzelf uit die armoede gestuurd. Nou, dan heb ik twee dingen. Hè. Ten eerste ben ik de uitzondering die de regel bevestigt. Ja. En ten tweede wens ik niemand het pad toe dat ik heb moeten afleggen. Want dat is een pad van eenzaamheid. Dat is een pad waar het leven heel moeilijk in is. En waarin je gewoon uiteindelijk... Het is geen klimmen op een sociale ladder. Dat is niet waar. Het zo wordt het genoemd, de sociale stijger. Nee, maar het is kruipen door een tunnel en je verliest je twee werelden. En je voelt je hier niet meer in thuis, je voelt je daar niet meer in thuis. En je merkt dat die twee werelden totaal verkeerde beelden over elkaar hanteren.